Ik ben Gijs Stork, op dit moment fractievoorzitter van Lokaal Almelo Samen. Lokaal Almelo Samen is een lokale partij. We hebben geen binding met de landelijke politiek. Wij zijn een samenwerking van drie lokale partijen die de vorige verkiezingen meegedaan hebben. En we hebben met z'n drieën hebben we de meeste stemmen gehaald hier in Almelo bij de vorige verkiezing. Dus daarom zijn we lijst 1. En LAS, Lokaal Almelo Samen, is dus lijst 1. Kijk daar goed naar. Nou, wat absoluut moet veranderen is de cultuur hier in huis. We moeten beseffen, dat de gemeentebestuur is er voor de burger en niet andersom. De inwoners zijn er niet voor ons, nee, wij zijn er voor hun belangen te behartigen. En we willen die graag horen en we willen dat het gemeentebestuur vooral luistert. En dat heeft de laatste 4 jaar is dat echt misgegaan. De drie belangrijkste, we hebben de zorg voor de mensen hier in de stad. Vooral de ouderen. Op het ogenblik speelt dat heel erg, omdat het Rijk heeft dingen overgeheveld naar de gemeentes. Dus daar hebben we een dikke zorgplucht. Daarnaast hebben we andere dingen, lokale dingen. Afvalbeleid moet duidelijker. Het verkeer moet beter geregeld worden. De wijkcentra moeten open blijven. Dat is absoluut de noodzaak. Wat niet meer. Luisteren. Nou, als wij de komende 4 jaar in de raad gezeten hebben en dan meteen krijg je de vraag in het college gezeten hebben. In het college. Dat is voor ons niet van belang. Het college, in het college zitten is iets wat wij niet nastreven. Wij vinden dat er een college gevormd moet worden van maximaal 4 wethouders. En die moeten bestaan uit deskundigen. En niet zoals dus de cultuur is hier in Nederland dat de collegeleden worden uit de raad geplukt, naar deskundigheid wordt niet gekeken en dan krijg je alle ellende. En die ellende hebben wij de laatste 4 jaar duidelijk op ons bordje gekregen hier in Almelo. Er zijn 3 wethouders vertrokken, notabene, 3. Omdat ze gewoon ondeskundig waren.